Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij een nieuwe episode van Road to 2,5 miljoen dollar. Ik denk dat de laatste episode die ik geüpload heb letterlijk in 2018 was. Maar we zijn weer terug en ik dacht, weet je, ik probeer het gewoon weer een keertje. De laatste episodes werden hier echt goed ontvangen, dus dat was de reden waarom ik eigenlijk gestopt was. Alleen, ik had er zin in mijn GTA. Dus als jullie het meer willen zien, laat sowieso een like achter, je weet wat je moet doen. Mocht je deze serie niet kennen, het is eigenlijk erg simpel, want de titel zegt eigenlijk al Road to 2,5 miljoen dollar. We gaan proberen om 2,5 miljoen dollar te verzamelen in Free Roam. En hoe dit werkt is, het geld dat ik in de episodes verdien, dat wordt opgeteld. En zo proberen wij dus 2,5 miljoen te verdienen. Dus niet het geld wat ik nou momenteel op zak heb, dat heeft er niks mee te maken. Gewoon alle episodes bij elkaar geteld. En volgens mij zetten we nou iets rond de half miljoen of zo. Dus we zijn nog een hele lange weg te gaan. Maar ja, ik weet dus ook niet of we deze serie ooit gaan completen. Maar we gaan gewoon een beetje rondhangen in Free Roam. Kijken of we een beetje centen kunnen verdienen. Wordt leuk. En ik heb er zin in. Er is maar één ding wat ik hoop. En dat is niet dat er al te veel vliegende motoren zijn. Want dat is echt om te janken. Oh, ik hoor al gelijk een explosie. Wat moeten wij doen? Er is een challenge. The longest freefall challenge. We kunnen wel even proberen. Wacht, ik pak hier even een auto. Dan gaan we even een helikopter jatten. Kun je hoe lang die challenge nou duurt? Oh, die staat pas over 2 minuten. Kijk. Nice. Very nice. Ik zie alleen een andere helikopter vliegen. Ik weet niet of die dude een eigen heli heeft. Want dan zou hij explosieven kunnen hebben. Oh, fuck me. Ik heb een bounty. Vergeet dan goed. Yay. Goed bezig. Je weet dat mensen mij zo meteen gaan hunten. Oh, fuck. Dit is $9000 bounty. Dit kan nooit goed gaan. Ja, heel snel hierin. Ja. Laten we eerlijk zijn. Mensen gaan mij zo meteen hunten. Ik kan alleen hopen. Dat ding kan schieten, maar die heeft geen rockets, hè? Die heet die daar. I think we're good. Steal rival air freight shipments and deliver them to your hangar. Ja, er zijn zoveel dingen die je kan doen tegenwoordig in GTA Free Roam. Maar ik weet niet, man. Op de een of andere manier is er gewoon waarschijnlijk te veel dat ik gewoon niet meer weet wat ik moet doen of zo. Wat was nou eigenlijk ook weer de challenge? Oh, de longest freefall. Dus dan moet ik eigenlijk zo hoog mogelijk vliegen, toch? Longest freefall. Of bedoelen ze daarmee zo laat mogelijk openen? I don't know. We zien wel, hè. We zien zo meteen wel. Ik denk dat we daar ook sowieso moeten gaan ontsnappen in verband met die bounty. Want die zal voor veel mensen wel interessant zijn. Want het is niet maar een paar duizend dollar. Het is letterlijk $9000. Dat is veel. Oké, het lijkt erop dat ik niet veel hoger kan vliegen dan dit. Want ik blijf volgens mij een beetje hangen. Ik heb geen idee of die jets hoger kunnen. Ik neem aan van wel, maar we gaan er al voor. Het vorige record staat op 556 meter. Ik kan je even vertellen. Daar gaan we 100% zeker verbreken. Ik zit knijterver boven de wolken trouwens. Holy shit. Kijk dit. Ik heb het nou al verdubbeld. Ik moet wel echt oppassen voor die... voor die gebouwen. Want ik vind er echt iets van mij om daar gewoon off the plat te vallen. Ja, ik open hem. Ik wil dat risico niet nemen. Ik had toch een stuk lager kunnen zijn. Maar anders was alles voor niks. Pas op dat ik hier die lantaarnpaal niet raak. Dat is ook nog een dingetje. En kijk eens aan. 5 reten. Telt dat? Zeg alsjeblieft dat dat telt. Dat telt. Ik heb zo'n score gewoon van 4-voudig. Nou moeten wij sowieso gewoon gaan ontsnappen. Want die bounty. Mensen gaan mij volgen. Sowieso. Oh, en ik heb politie achter me aan. Nice. Ik zie ook Olly rijden. Ik weet niet of die achter mij aangaat. Ik geloof niet dat die mij kwaad zal doen. Maar je weet het nooit. En met deze auto ga ik het ook niet redden. Hè? Kijk eens aan. Hier hebben we een vliegtuig. Dat is precies wat we zoeken. Oh, daar heb je een... Oh, die zit niet meer achter me aan. Nice. Ik zie een politieauto op het water rijden. Hi, officer. Bye. Wat? Oh, wat? Kan ik beter... Ja, ik pak het vliegtuig wel. Whatever. Ik zit te twijfelen wat ik wil doen. Dit is echt een verschrikkelijk vliegtuig. Maar dan kunnen we tenminste een beetje afstand opbouwen. Kunnen we misschien naar onze woning toe vliegen. De motor is een stuk handiger, denk ik. Dit ding is echt knijtertraag. Ik heb volgens mij nog steeds mijn vliegbrevet niet gehaald, maar... Ik denk niet dat ze dat zullen controleren.
Ik ben nog steeds bang dat iemand zijn eigen heli heeft. Daarboven vliegt een heli. Volgens mij is dat die ene die je daar bij die dock kan halen. Die met die machine guns aan de zijkant. Die heeft geen rockets. Dus op zich hoef ik daar niet echt bang voor te zijn. Want die kan me niet zo heel gek veel maken. In ieder geval, ik hoop dat dat die is. Volgens mij is dat die. Ja, we gaan heel even richting mijn woning. Ik denk dat dat verstandig is. Ik weet niet of we verder rest even snel iets kunnen doen. Het is lastig dat ik degene ben met een bounty. Oh, en ik zie al een vliegende motor. Ik zie een vliegende motor op de map. Daar is paniek. Komt hij mijn kant op? Weet dat hij mijn kant op komt? Lijkt erop van niet. Daar is hij. Ja, fuck no. Oh, hell no. Ik ga dat risico niet nemen. Zoek hem eruit. Nee. No. Kijk mijn vliegtuig daar. Mooie tricycje doen. Ik land hier op het dak en we gaan naar binnen. Ik hou het voor gezien. Ik heb hier een... Is dit mijn... Ja, dit is mijn gebouw, toch? Ja. Ik dacht dat mijn gebouw veel hoger was, joh. Maar als het goed is, kunnen we via boven naar binnen. En dan, dan pak ik even een autootje. Of iets anders, ik weet niet wat. Yep. Ik weet ook niet hoeveel geld je er eigenlijk voor krijgt. Volgens mij krijg je best wel veel voor die challenges. Echt voor 20k of zo. Dacht ik. En garage one, whatever. I don't care. Dit lang. Ah, nou, dat kan ik moeten zeggen. Ja. Het maakt denk ik niet gek veel uit welke auto ik pak. Ik denk dat ik voor deze ga. Ik vind het een ontzettend vette bak. Ik zit te twijfelen tussen deze of die ernaast staat. Oeh, dit ding klinkt zo goed, hè. We gaan voor deze. Gewoon puur al door het geluid. Ik hoop niet dat ik gelijk opgeblazen word. Het is altijd een beetje eng. Nee, oké. Kust is veilig. Ik weet niet voor hoe lang. Nogmaals, als die dude eraan komt met zijn motor, dan is het gedaan, hè. Hoe pak ik ook weer? Ah zo, inventory. Body armor. Ik heb nog super heavy, kijk eens aan. Wie had dat voor? Ik heb gewoon nog spul op zak. Nice. Het lijkt erop dat de kust veilig is. Dus ik rij gewoon rustig naar het topje van de map. Ik geloof niet dat er heel veel mensen zullen zijn. Ik sta momenteel nog steeds op nummer 1 van de leaderboard. Mensen hebben wel hogere scores gehad. Maar... Ik denk dat dat nog wel goed komt. 18 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Hartstikke idee. Ik heb gewonnen. Let's go. Ik zei 20.000, hè. Kijk eens aan. Precies 20.000. Of ja, precies. Niet precies. Maar het is wel gelijk. Dat is makkelijk verdiend. Ik zit nou nog steeds met die $9.000 bounty. Dit is denk ik de grootste reden waarom ik deze serie toen gestopt was. Mensen gaan niet meer voor bounties. En dat is zonde, want dat was altijd wel erg leuk. Echt van die cat and mouse achtervolgingen. Ik rij hier nou een beetje hopeloos alleen rond. En de mensen die voor bounties gaan, die vliegen meestal rond in een motortje. Of op een motortje, dus ja. Daar valt niks tegen te doen. Ik kan mijn schip opgaan. Dat is nog een optie. Oh. Want ik heb afweersystemen. Oh, gewoon explosie. Yikes. Dat is niet goed. En ik zie een crate. En een bounty. Kijk daar. Nou komt het op dreef. We hebben hier een vliegende auto. Daar hebben we een meneertje met een bounty. Daar hebben we een ding dat het lucht moet. Een klein beetje geluk. Kan ik die zo meteen zien? Komt wel mijn kant op. Het zou wel echt fantastisch zijn als ik die hier uit de lucht kon schieten, hè. Oh, en ja, die bounty gaat er achteraan. Yikes. Big yikes. Ik hoop echt dat hij mijn kant op komt. Dat zou echt fantastisch zijn. Ik ga hier naar de... Oh, dit is water. Ik dacht dat het weg was. Nee, mijn auto. Mijn auto is kapot werden. Oh my god, nee. Oh, dat meen je niet. Oké, mijn auto is kapot. Ander plan. Misschien dat wij een legerbasis inspringen. Daar een jet pakken. En met die jet die crate gaan opblazen. En zo... Ontsnappen? Ah, hij vliegt weer voorlangs. Ja, nou moeten we snel zijn. Snel. Ik heb een auto nodig. Een auto die kan springen. Daar. Sotan. Deze ook Sotan. Stop! Ah! Stop it! Come on. Dankjewel. Arigato.
Ja, we gaan even kijken of we een jet kunnen jatten. De kans dat dat gaat lukken. Meen je dan nou serieus? Vliegt die dude nou? Nee, die kan ik niet raken, denk ik. Zie ik hem? Nou, hij vliegt wel in een hele wijde bocht. Maar het zou kunnen zijn... Dan zie je hem wel, hè? Heb ik überhaupt missiles? Homing missiles? Die heb ik. Stort hij neer? Oh, daar komt hij. Daar komt hij. Ah, kom. Lok, I lock niet. Mee, I lock niet. What? Oké, dat is... Ik dacht een mooi plan te hebben. Ik denk, hij komt mooi voorbij mij. Ik schiet hem uit de lucht. Problem solved. Nope. Ik denk, dat kan ik wel hitten. Of locken op zijn minst. But nope. Nope. Ik kan waarschijnlijk die crate niet meer jatten. Want waarschijnlijk dat hij hier ergens moet landen en dan is het klaar. Maar wij moeten sowieso toch een jet fixen, zodat wij kunnen ontsnappen. Want ik moet iets hebben wat snel is. Headhunter, protect the target. Wait, what? Wie moet ik protecten dan? Oh, ik zit op de map. Nou ja, dat gaat het niet worden. Ik ben helemaal hier. Ik kan proberen dat ook vanuit de lucht, maar dat zie ik niet gebeuren. Oh, wacht, ik kan hier helemaal niet door. Wacht, kan ik hier... Ik kan hier wel door. Ik heb hier mijn eigen shit staan, volgens mij. Ik was helemaal vergeten dat ik er ook een hanger had. Gaat de poort open? Ik wilde eigenlijk net zoals vroeger daar over de hek in springen en hier een jet jatten. Maar ik heb zelf mijn eigen spullen hier staan. Ik was helemaal vergeten. Hoeveel heb ik eigenlijk? Want ik weet er echt niks meer van. Ah, dat moet je niet doen. Wat heb ik hier? Oh my god. Jap. Ik heb een flinke verzameling. Jap, ik was dat oprecht vergeten. Nou is de vraag. Of ik pak die jet, of ik pak deze. Die andere die kan hoveren. Maar ik denk dat deze cooler is. Gewoon een keer wat anders. Wacht, deze heeft geen rockets, of wel? Die heeft alleen machine guns. Nee, deze heeft volgens mij geen rockets. Fuck dat. Rockets zijn OP. We kunnen misschien ook nog wat missies hier doen. Volgens mij hebben we toch ook bepaalde delivery dingen voor de hangar. Dacht ik. Misschien wel verstandig. Zijn er eigenlijk mensen hier in de buurt? Er is nog een bounty. Ik kan even kijken of die bounty kan hunten. Die is daar. Ja, waarom niet? Waarom niet? We moeten nou eenmaal geld verdienen. En er is weer een airfry dingetje zo te zien. En een nieuwe bounty van 9000. Of is dat iemand anders inmiddels weer? Omdat die andere weg was. Ik heb geen idee. En dit ding is traag. Holy shit. Waarom is dit ding zo traag? Nou ja, ik word waarschijnlijk ook toch wel uit de lucht geschoten door een of andere motor. We hebben hier in ieder geval een... Delivery ergens. Waar is dat ding? Dat ding is daarboven. Oké. Zullen we die eerst eventjes gedag zeggen? De kans dat we die uit kunnen schakelen is vrij groot. Aangezien wij natuurlijk een jet hebben en er is volgens mij vrijwel niemand in de buurt. Die bounty zit in de stad, dus daar is het sowieso heel erg druk. Als ik hem überhaupt kan zien, want ik zie niks. Oh, ik zie lampie. Ik zie lampie. You're gonna get fucked, boy. Hij kan niks doen. Ik geloof ook niet dat hij sneller is. Tenzij hij een ander vliegtuig heeft. Nee, dat is deze. Dat is hij niet. Ik schiet de verkeerde neer. Yikes. Dit is hem. Dit ding kan je niet lokken. Dit ding kan je oprecht niet lokken. What? Hoezo kan je dat ding niet lokken? Oké. Op zich is dat gunstig. Geen probleem. Hallo? Fuck. Ik was even bang dat hij in een soort van passive mode zou zitten, maar volgens mij kan het helemaal niet. Oh, nee. Nope. Oké, is die bounty is er ook nog steeds? Kijken of we die bounty kunnen uitschakelen. Are you kidding me? Oké, nou, de bounty is verdwenen. Die is ontsnapt, of zo weet ik veel wat. Die is geliefd. Beetje jammer dit. Beetje jammer. Hij zag me aankomen. Hij wist hoe laat het was. Ik zie hier iemand die wel volgens mij... Ja, defend the targets against an organization. Ja, daar kan ik niks tegen doen.
In mijn eentje kan ik die twee mensen niet defenden. Want er zijn twee mensen, beide verspreid over de map. Eentje hier. En die andere zitten hier. Zie je dat? Dus ik kan daar niks tegen doen. En hier heb je een vliegende auto. De Rival VIP. Oké, nou, dat hoeft ook al niet meer. Het wordt alleen maar leuker en leuker en leuker, zie ik wel. Weet je, ik ga terug naar de hangar en ik ga wat missies doen voor die hangar. En het is gewoon fijn dat hier helemaal niemand is. Maar ik realiseer me net trouwens iets. Ik kan hier wel missies doen. Maar dan vul ik alleen maar die hangar. Maar ik moet op den duur die hangar verkopen of leegmaken. Hoe doe ik ook weer? Switchen van mode. Zo, juist. Ik moet op den duur die hangar leegmaken. En er is trouwens weer een bounty gezet. Ik moet op den duur die hangar leegmaken. Maar dat kan meestal niet solo. Omdat je dan te veel dingen hebt die je moet doen. Dus ik kan het proberen. Er is weer een bounty. Dus zullen we er even snel terugvliegen dan? En waarom ook niet? Het was 9000. Dan kunnen we dat wel even proberen. Als het nou 1000 was of zo, zou ik zeggen: fuck it. Maar 9000 is wel lekker. We gaan weer even terug. Volgens mij is Shield dood. Volgens mij was dat die Handsome Bee. Klopt dat? Dat klopt. Oké, nou, fuck dat. Oké, we zijn weer terug. Ik ga eens even kijken of ik wat dingen kan verkopen. En hoezo kan ik niet er binnen? Hallo? De deur gaat niet open. Kom. Ik ga eens even kijken of ik iets kan verkopen. Op zijn minst iets solo. Want ik heb sowieso al wat spullen erin zitten, volgens mij, in die hangar. Dus... moet kunnen? Ik heb niet heel erg veel spullen, zoals je kan zien. Ik heb letterlijk maar een paar dingetjes. Ik weet niet eens of ik dit kan verkopen, omdat het zo weinig is. Ik kan even checken. Even checken. 10k. Ja, dit schiet niet op, man. Ik heb 3 verschillende items. Die ik elk voor 10k kan verkopen. Ik kan op zich wel doen, gewoon voor de lol. We doen dat wel. Fuck it. Ik heb toch niks beters te doen. Oké. We're like sharks this time. Kan ik mijn Hydra gebruiken? Moving, we're dead. Use the heavy lift chopper to drop containers onto trucks, which will hit the road. When they've got them all, we'll get paid. Waar? Enter the Oh, die staat daar ergens, of niet? Olly, godzijdank. Olly komt daar. Ik denk niet dat hij mij kan killen. Lijkt me sterk. We moeten in ieder geval de cargo bot pakken nou. De kans dat iemand mij nou gaat killen is ontzettend groot. Een soort van karma, omdat ik net ook iemand anders heb opgeblazen. Maar we zien wel hoe ver we kunnen komen. Dit is toch maar voor 10k, dus whatever. Olly? Je komt bijzonder dichtbij. Oh, en he's gone. Volgens mij is hij hier niet toestaan. Total delivery. 2. Ik had letterlijk maar 1 item. Hoe kan ik 2 dingen deliveren als ik maar 1 item heb? Nou ja, het kan in principe wel. In kleinere hoeveelheden. Alright. Dit wordt nog een feestje. Ik heb mijn god geen idee waar ik het heen moet brengen. Dit is waarschijnlijk ook niet verstandig om solo te doen. Eigenlijk had de Olly mij hier goed mee kunnen helpen. Dat is wel fijn geweest. Maar ja. Je kan niemand vertrouwen bij dit field of expertise. Je moet alles zelf doen. En ik zie al een heli. Nou, dat is Olly weer. Hallo. Super casual. Hoeveel moeten we eigenlijk vliegen? Is dat ver? Waar in hemelsnaam moet ik heen? Oh, ik moet... Oké. Valt mee. We hoeven in ieder geval niet de stad in. Dat is al goed nieuws. De kust lijkt nog veilig. Ik zie wel dat er weer een bounty is. Er komt nu dan zijn er bounties. En dan wil ik op afgaan en zijn ze weer weg. Dan ga ik weer weg en dan komen ze weer terug. Zet irritant. Maar volgens mij was die maar $1000. Dus is moeite niet waard. Ik zie wel iemand rechts van mij rijden. En... hij moet sowieso die crate op de map zien. En anders mijn bounty. Want die is er ook nog steeds. Ben ik er bijna? Kan niet... Oh ja, ik ben er bijna. Inderdaad. Nice. Oppassen dat ik nou hier in die crash. En... Olly. Waag het eens, jongen. Waag het eens. En ik zie je achter mij. Met je Hydra of iets. Fuck no. Don't you dare. Jij bent mijn security. En... Oké, goed zo. Ik kan het zeggen. Moet ik dat precies erop droppen of hoe werkt dat? Perfecto. Oké. 1 van 2 is gedaan. Ik zie een jet links. Op de map. Ik weet niet of dit ding gelijk ontploft als je gehit wordt. Volgens mij niet.
Volgens mij ontploffen deze dingen niet insta. Oh, dat is mijn jet die ik op de map zie. Ik ben fucking dom. Dat is mijn jet. Weet je wat? Die kan je eigenlijk zien als een soort van voorbereiding voor die casino DLC. Die komt ergens deze zomer uit. Ik weet niet precies wanneer. Ik vermoed volgende maand. En daarvoor moeten we sowieso een bak met geld hebben. Dus ja, dit is mijn voorbereiding daarvoor. Niet dat het heel erg opschiet met dit, maar waarschijnlijk heb ik echt sowieso 10 miljoen nodig of zo. En ik heb 300k. Een little bit short. Ik zit er wel aan te denken om binnenkort even een GTA stream te doen waarbij wij misschien wat heist gaan doen of zo. Gewoon echt puur voor voorbereiding voor die casino DLC. Want dit is een beetje flauwekul natuurlijk, is wel leuk, maar dit schiet niet op. Maar voor dat casino, voor die casino DLC heb ik wel geld nodig. Dus op de een of andere manier moet ik dat toch zien te verdienen. Dus ik denk dat we dat binnenkort even gaan streamen. Dus wil je dat zien, gaan we sowieso volgen op Twitch. Als je mee wilt doen, dan laat het ook maar even weten. Je kan het maximaal met 4 man doen. Dus de kans dat je mee kan doen is niet heel groot, maar kan proberen. En volgens mij is die bounty inmiddels ook wel weer weg. Dus ja, jammer dan. We hebben tenminste dit volbracht. Kijk, daar zien we hem staan. De grote vrachtauto. Boop. Zo. Pakketje erop. En we gaan mee aan. Hartstikke idee. Wat er vervolgens met het pakketje gebeurt, kan mij niet boeien. Of die auto gelijk opgeblazen wordt, I don't care. Ik heb mijn job gedaan. Give me my money. You can return the delivery vehicle to the hangar to receive a bonus RP reward. Niet dat ik daar echt iets aan heb, maar sure. Ik heb nog maar 3 minuten de tijd om dit te volbrengen. Ik had het denk ik een kwartier volgens mij, toch? Het is echt al genoeg hoe lang dit allemaal duurt. Dit is echt forever. Maar ja, we zijn er in ieder geval. Lijkt erop dat de kust veilig is. Dat is mooi. Het ding droppen en in principe kan ik dan in die jet weer. Dan kunnen wij kijken voor de bounty. Want ik zie wederom weer een bounty. Ik weet niet waar ze allemaal vandaan komen. Maar dan gaan wij daar eens even voor kijken. En misschien dat ik zo meteen nog even snel één autootje verkoop. Maar dat zien we wel. Pas op voor die palen. Yikes. Ja, dit is perfect. Kijk eens aan. Prachtige landing. 5 reten. Ik krijg zelfs een kleine bonus van $78. Nee, wacht. Ik heb twee... Wat? Dit is raar. Want het was $10.000 aan product. En ik krijg... Oeh, kill list. $40.000... Wat? Enter the vehicle and destroy the Meriwether Patrol for $40,000. Nee, ik wil niet naar binnen. Ah, ik wil naar buiten. Ik weet niet wat we moeten doen, maar dat klinkt interessant. $40,000, count me in. Oké, okay, waar moeten we heen? Ik zie het symbool op de map. Ik heb maar gods geen idee waar het ergens is. Dit is een paars doodhoofd ding. $40,000 is wel een flinke bak geld. Dus daar ben ik oprecht geïnteresseerd in. Maar ik weet alleen echt niet wat we moeten doen. Dus dat wordt wel een probleem, denk ik. Maar, we gaan eens even kijken. Well, you deliver. Don't you dare. Not that I was expecting. Don't you dare, jongen. Don't you dare. And you deliver. I'm friendly. Don't kill me. You're no longer able to... Ah, for fuck's sake. Able to take part in the kill list. We zijn te laat. Ja, de rest is er nou niks te doen. Want die bounty zit nog steeds verstopt in zijn huisje. Zo'n klein babytje. Kijk daar. Ja, we kunnen naar die garage gaan van ons. En daar auto's verkopen. Ik denk dat dat de beste manier is nou. Want tot op heden hebben we ontzettend weinig geld verdiend. En er moet wat meer tempo in komen, denk ik. Het is jammer dat wij dus de andere niet kunnen doen. Dat was echt perfect geweest. Alsof die paal... Kijk eens aan. Perfect in het parkeervak. 5 reten. This vehicle cannot be stored here. No shit, Sherlock. Ik ga even naar binnen. Als dat kan. Juist. Nice. Oké, okay, we gaan even kijken of we hier auto's hebben staan. Waarschijnlijk wel. Ik heb vrouwen altijd hier auto's staan. Dan kunnen we toch nog een beetje geld verdienen. Oef. Het ziet er behoorlijk leeg uit. Ik zie één auto staan daar. Staff only. Hé, dat is toevallig. Dat ben ik. Ik hoop niet dat er iemand bij de deur staat te wachten. Dat is ook nog steeds een risico. Maar ja. Ik moet in ieder geval geen top range auto's gaan doen. Want die zitten volgens mij altijd in de collectie, toch? Ja, ik heb bijna deze collectie compleet. Dus die gaan we sowieso niet doen. Ik kan in principe deze verkopen.
Dit is een flink risico wat ik nou ga lopen. Ik ga het toch doen. Maakt even niet uit wat we doen. We moeten hem gewoon een beetje veranderen, dus... komt goed. Performance upgrades. Juist, bumpertje. Ja, wel jongen. Krijg jij van mij een nieuwe bumper. Happy. Dat dacht ik. Wheels. Andere wheels. Deze zijn ook wel echt verschrikkelijk lelijk trouwens. There you go. Prachtig. Prachtige auto. Volgens mij zijn we klaar. Yep. Als we deze auto afleveren, krijgen we dus $100.000. Maar dat is het risico dat we het niet overleven. En dan zijn we en onze investering en onze auto kwijt. En dit ding is echt net een spiegel. Fuck, wel lelijk. Okay, you good to go? Get over to the buyer without sustaining damage and we'll get the full amount. Please don't kill me. Ik mag trouwens de auto ook niet beschadigen. Is ook nog een dingetje. Is ook al moeilijk genoeg. Want ik wil zo snel mogelijk rijden. Juist. Warning, your vehicle cargo is now visible to all players. Dus iedereen is erop uit om mij om te leggen. Of beter gezegd, om mijn auto op te blazen. Ik heb geen idee waar we heen moeten, maar we moeten in ieder geval de stad uit. En dat is een goed teken. Zo snel mogelijk weg hier. Ik hoop dat die lijn een beetje gunstig is. Volgens mij is dit niet echt een heel handige route. Klopt echt. Dit is echt een idiote route volgens mij. Nou ja, ik volg hem wel gewoon, want... ik weet het anders ook niet. Oh, het is kei dichtbij! Dit is letterlijk om de hoek, man. Oké, dit moeten wij toch wel kunnen overleven. Ik wil nog niet dood. Ik weet niet of je net die tekst gelezen hebt, maar ik heb $20.000 extra geïnvesteerd. Om vervolgens dan nog extra winst te kunnen maken. Dus als ik dit aflever, dan krijg ik extra geld. Maar lukt dat niet, dan heb ik dus $20.000 verpest. We zijn er bijna. De kust is veilig. Er is niemand te bekennen. Dit is echt een ghost town, jongen. GTA. En dat is helemaal niet waar. Er rijden eigenlijk genoeg mensen rond. Maar niemand interesseert mij. They don't care. Nou, ik heb ietsje schade opgelopen. Maar dat is prima. Jongens. het geld is er niet bij geteld bij mij. Dat was $100.000. Hè? Die tel ik er achteraf wel bij. Dat is een beetje scuffed. Is er nog even iets wat we snel kunnen doen? Ik denk het niet. Volgens mij is het... ja, er is verder is niks te doen. Mijn jet staat er nog steeds. Wie ben jij? Jij bent Olly. Wie is dit dan? Huh. Oké. Nou, ik denk dat ik de episode hier ga beëindigen. We hebben van alles wat gedaan en... ja, het was eigenlijk redelijk rustig verder. Ik werd goed met rust gelaten. Ik heb nog steeds die bounty. Ik kan in principe wachten tot die bounty is afgelopen. Dat is $9.000 extra. Dus... ja, ik denk dat ik jullie verwacht, maar anders stel ik die achteraf er wel eventjes bij. Ik denk dat, dat niemand mij nou nog gaat killen. Zeg ik, terwijl ik net weer twee politie achter me aan krijg. Ik ga nog heel even snel deze auto afleveren voor Simeon. Ik moet hem alleen wel heel even een ander kleurtje geven, dus... even politie kwijtraken, dat zal niet heel lang meer duren volgens mij. Dit ding even spuiten en dan lever ik dit nog wel even in. Met een klein beetje geluk tegen die tijd, dan is de... is de bounty ook voorbij? Er zit er iemand achter me aan. Hij blijft mij niet volgen, hè? Snel, open de deur. Open. Oef. Ik denk niet dat dit ding überhaupt geld oplevert. Maar fuck it. Simeon wil hem hebben, dus hij kan hem hebben. Respray. Ander kleurtje. Classic. I don't care. Ja. Hij is nog steeds zwart trouwens. Het is alleen een andere kleur zwart. Hi, politie. Totaal niet die zwarte auto die je net achtervolgde. Volgens mij wordt het weer echt een knijterlange episode, hè? Sowieso waren deze episodes altijd wel wat langer. Dat is op zich geen probleem, want dat hoort wel een beetje bij de serie. Maar ik ben alweer flink aan het opnemen, zie ik. Maar ja, we zijn in ieder geval met Simeon. Ik hoop dat hij tevreden is met zijn autootje. En ja, veel plezier ermee, zou ik zeggen. Volgens mij was dat nummer 3, hè. Zo. Hartstikke idee. Give me my money. Wat denken jullie? Ik denk 5. 3. Nee, 5. Wel 5. 5,5. Nice. $5.000. Hoef ik niks voor te doen. Ja, ik heb die $9.000 bounty. Mocht ik die halen, dan tel ik dat achteraf nog wel even bij. Ik ga je gewoon even wachten. Maar ik beëindig in ieder geval de episode al.
Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video van GTA. Een nieuwe episode van Road to 2,5 miljoen dollar. Of ik hiermee verder ga, is geheel afhankelijk van wat jullie ervan vonden. Dus vond je het leuk, laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer, klik op de bel. En hopelijk tot er snel. Houdoe!